Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 10 oktober van Weerplaza. Voorlopig hebben we te maken met een stevige zuidwestelijke stroming. Die voert zachte en vochtige lucht over ons land aan met veel bewolking. En er valt van tijd tot tijd wat regen of motregen, maar op veel plaatsen blijft het vanavond en vannacht nagenoeg droog. En door de wind en de bewolking koelt het vannacht niet verder af dan 13 tot 15 graden. Morgen is er ook overwegend veel bewolking. Hier en daar valt een spatje regen of motregen. De meeste regen wordt in de avond verwacht. In het zuiden en zuidoosten blijft het nagenoeg droog en is meer ruimte voor de zon. En het wordt in de middag 16 tot 18 graden bij een stevig wind vanuit het zuidwesten. Donderdag in de ochtenduren nog veel bewolking en in het zuidoosten wat regen. Verder van het westen uit opklaringen en 's middags 14 tot 17 graden. Vrijdag en zaterdag droog weer en hogere middagtemperaturen met vooral in de middag ruimte voor de zon. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.